We maken een prachtige wandeling in de uiterwaarden van de IJssel. De Duurse Waarden waren de eerste uiterwaarden in Nederland waar geprobeerd werd om het oorspronkelijke rivierenlandschap met ooibossen en moerassen terug te brengen. De resultaten liggen er niet om. Na de fraaie drijfbrug lopen we zo de ruige graslanden in. Over een spannend kronkelpaadje door het zachthouten ooibos komen we bij een vogelobservatiehut met uitzicht over de scherpe zeilsbank. In deze voormalige steenfabriek Fortmond werden van 1828 tot 1976 stenen gebakken. Ik heb gelezen dat dit een soort van oven was. Langs de IJssel liggen verschillende oude baksteenfabrieken. In de 19e eeuw stonden er wel 75 steenovens langs de IJssel. De restanten van deze steenfabriek zijn nu een rijksmonument. In de middeleeuwen kende het dorpje Veessen een veerdienst naar het gehucht Fortmond dat aan de overzijde van de IJssel lag. Het veer is genoemd naar een schipbrug, de Kozakkenbrug, die gebouwd werd door de Kozakken die het Franse leger in 1813 achtervolgden bij een terugtocht uit Europa naar Frankrijk. Mannen, volg mij, de weg is vrij, riep de Kozak die als eerste de rivier de IJssel overstak. Daarna volgde het hele leger en verjoeg zij de Fransen.